impact. Maal seksueel escaleren, zo gigantisch belangrijk voor je aantrekking. Voor het doel voor vanavond. Oké. Waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk? Ja? Op 1001 vlakken. Ik kan je echt niet vertellen waarom seks zo gigantisch belangrijk is voor de aantrekking. Ja, dan ben ik 3 uur bezig. Maar ik ga het nu even heel kort vertellen waarom. Ten eerste kan jij praten over seks. Dat reflecteert al, of dat vertelt al heel veel over hoeveel ervaring jij hebt. Dat is al echt, echt een killer waarom je dit al zo moet doen. Ten tweede, mensen vragen ze wel eens af, waar haal ik zelfvertrouwen vandaan? Heb ik zomaar zelfvertrouwen? En dan zeg ik, oké, vanaf nu heb je zelfvertrouwen. Nee, ik voel het nog niet. Vanaf nu heb je zelfvertrouwen? Nee, ik voel het nog steeds niet. Maar tering, hoeveel zelfvertrouwen heb je toen de eerste keer naar bed ging met een meisje? Echt, toen ik de eerste keer, dat was 15, ja, en toen ging ik met een meisje naar bed en was ze met een vriendje, was heel romantisch en Backstreet Boys op achtergrond. Kaarsjes draaien. Ja? Maar hey, een week lang liep ik op straat. Ik dacht, heel de wereld kan me niks maken, want ik heb geneukt. Twee. Zelfvertrouwen komt daar echt zo als een malle vandaan. Seks is daarin zo gigantisch belangrijk. Ja? Dus praten over seks. Wordt nog straks veel verder nog gewoon verteld, waarom? Dus ik ga nu verder. Ga je nog voorbeelden ook geven hoe je dit kan doen? Ja, fysiek ook? Ja, dit gaan we nog verder uitdiepen. Comfort min rapport. Breaking rapport. Dit is trust play. Dit is kennis maken. Vertrouwen. Ja? Oké. Meiden weten dat ik vertrouwen ben. Ben altijd lief. Altijd lief. En ik heb heel lang gewerkt om badass te zijn. Sexy motherfucker in de club. Toen kreeg ik te horen, je bent de player, kan je niet vertrouwen. Fuck, waar zit ik? Ja, als iemand te vertrouwen is, dacht ik, ja, dan ben ik het wel. Maar die meiden vertrouwen me niet, omdat ik daar rondliep als een of andere... Die manier. Dus dit is echt ook super belangrijk. Vertrouwt ze me? Wie is hij? Dat is eigenlijk comfort. Het gesprek wie je bent. Ja? En daarin, oké. Het afbreken van. Want we hebben het nu over de formule attraction. Alleen dat. Als je dus af en toe op een hele leuke manier, ja, die comfortabele situatie eventjes afbreekt. Dan bouwt zij het weer op. Dit is al vaker, dit is ook een onderwerp wat veel beschreven wordt. Dit is eigenlijk game. Dit is game zoals we het kennen, het script. Ja? Oftewel, hierin krijg je alle spelletjes. Twee leuke spelletjes hebben we nu vandaag al gekregen. Ja, met gewoon spelletjes om elkaar te leren kennen. Op een leuke manier. Er zijn heel veel spelletjes van, dit is echt gewoon game. Ja? Verhaaltjes, storylines, komt daar vandaan, met even een leuke side note of iets. Je dat breaking report ook zeg maar om een non-needy is te tonen, dus om te laten zien van hé, ik ben non-needy, ik geef, maar ik graf niet. Kijk, Joram heeft aangehaald, neediness, wij worden geleerd als community om niet needy te zijn. Dus alles van hey, needy, dan ben je slecht bezig. Maar luister, ik wil heel graag met die meid naar bed. Ik ben echt verliefd op bepaalde mensen, ja, als ik die tegenkom. En dan denk ik, wow, je maakt echt indruk. Hey, en dan weet ze ook hoor, dan ben ik echt needy naar. Dus needy, hey. Is dat dan zeg maar de breaking report, laat je dan? De breaking report, ja, is inderdaad, je zit gewoon lekker in de bubbel. Dan willen we allebei gewoon graag in blijven. Ja, maar opeens kom ik een coole gast tegen. Breaking report is dat ik gewoon mijn schouders in draai. Wow! En zij zegt, wacht even, we hebben toch leuk. Kom hier. En ze trekken in mijn nek zo. Attraction. Toevoeging. Needy versus afhankelijk. In de game wordt waarschijnlijk heel vaak over op needy gesproken, over afhankelijk. Mannen gedragen zich vaak afhankelijk naar. Van, wat vind je van? Wat is,
weet je, ik vind je zo leuk, dit en dat. En hij bedoelt Needy van, lezer, je, weet je, ik heb je niet nodig. Ik wil je wel. En ik wil je zo hard nu. Maar het hoeft niet. Die ook opschrijft, ik wil je zo hard nu. Vanavond zeg ik tegen meisje, ik wil je zo hard nu. Nou, dat is niks meer. Hij praat alleen. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ja, dat hoeft niet. Ja, dat is goed. Pull, push. Ga ik zo ook op. Ja. Ja? Oké. Maar alle vragen. Vragen naar elkaar. Wie ben je? Met wie ben je hier? Ja, dit is gewoon, voor mij is het echt heel erg game. Daarvoor, ja, is gewoon de impact. Klopt ook, maar je kan heel veel scripts leren, je kan heel veel storylines leren. Ja, overal heel internet is daarin te vinden. De tease, leuke spelletjes. Hey, vul dit gewoon voor jezelf in. Jack, gaan we niet, hoe lang hebben we nog? Niet zo lang. Ja, nog wel een kwartiertje. Oké. Qualification. Kijk daar wat langer, want ook dat zie ik gewoon niet terug. Zie ik gewoon echt niet terug. Ook vandaag niet. Ik heb nog niemand echt zien kwalificeren. En dit is wat ik wel doe. Ik bepaal echt mijn hele wereld. Wie er vrienden van mij zijn. Ja, wie ik wil hebben. Wie ik niet wil hebben. Wat die mensen moeten doen. Dus doe ik echt in elkaar. Kwalificeren weten ook mensen. Ja. Wat ze eraan hebben. Doe je niet kwalificeren, heb je geen lijn in de verbinding. Heb je geen lijn in de klik. En dan heb je die attraction, die kan opeens heel erg hoog zijn. Ja, maar die kan ook omlaag zijn. Kwalificeren zorgt ervoor dat alles bij elkaar houdt. En ik zal je vertellen waarom. Voorbeeld is, ik zit gewoon te praten. En cliché. Ik zeg, je houdt van een meid die goed kan koken. Ziet zo iets in. Dat is kwalificeren. Ik hou van een meid, een vrouw die goed kan koken. Zeg maar wat. Ja. Op het moment dat zij gewoon, we zijn gewoon verder aan het kletsen en zij vertelt, ik kan goed koken. Of, ik wil heel graag leren om goed te koken. Dan stopt zij dus. Investering, tijd, moeite en alles naar mij toe om te zeggen, hey, ik vind jou leuk, ja, ik ben zo, we passen bij elkaar. Ik kan wel goed koken. Dit is iets, als je dit niet doet, dan weet zij ook niet wat jij verwacht. Als man zijn, geef je duidelijkheid. Dat is een van de dingen. En zij kan zelf kiezen, zijn wij een match of niet. Want zij kent zichzelf ook, dan hoop je. Dat zij zichzelf goed kent. Dus je stelt eerst de eisen, wat zij erachter doen, in plaats van wat zij eerst vertelt en nooit jij later zegt wat zij naar eisen moet doen. Nee? Wow, nog een keer. Ja? Dus jij stelt eerst de eisen, zeg maar, ik hou van een meid die kan koken. En daarna vertelt zij van, ik wil koken. In plaats van, zij vertelt van, ik kan koken. Dan jij zegt van, ik hou van een meid die kan koken. Er wordt hier gezegd dat ik, of het op die manier werkt, dat ik eerst zeg, ik hou van een vrouw die kookt. En dat zij dan soort van springt en dat op die manier werkt. Hoeft niet. Maar als je het omdraait. Het kan ook, zij zegt over de hobby's, over de werk. Ja, ik hou van koken, zegt zij. Ja, of ik doe dit in het dagelijks leven. En dan kun je ook reageren. Ik hou van een meid of een vrouw die dat doet. Maar kwalificeer jij jezelf dan voor haar in dat geval? Kan. Maar eigenlijk als man zijn, dan weet je precies wat je wilt. Oké. Okay. En wat ik op alle vlakken is, ik ook zeggen van, ik ben sportief. Ja, ik hou van een sportief, dus noem maar wat. Tuurlijk. Maar niet deze tijd. Zie jij jezelf voor haar dus eigenlijk. Zij gaat dat testen. Vrouwen gaan jou testen. Echt waar? Ja. Ik test ook vrouwen, of ze echt zo zijn. Doe ik ook. Volgens mij staat er ook bij, zie je, testen. Ja. Ik test vrouwen of ze echt daadwerkelijk zo zijn. Ben je echt van de harde porno? Oké. Gaan we echt even testen. Ben je het erin? Ja, ik weet het al. Vraag. Ik had vandaag een mooi voorbeeld. Ik ben cameraman en ik vertelde dat zij zei, oh wauw, ja, ik kan ook fotografie doen. Is dat een kwalificatie? Ja. En waarom doet ze dat? Omdat ze je leuk vindt. Okay. Of zou het echt een fotograaf? Ja?
Dit is dus een deel van de formule, ja, waarvan ik, hey, dit werkt voor mij. Ja, daarin kan ik ook allemaal puzzelstukjes gewoon erin zetten. Ja, ik ben een denker. En dit is voor mij tot nu toe logisch. Maar is het dan per se wat zij zegt, het leuk vinden of het feit dat zij een overlappend iets hebben waar zij gewoon graag over praat? Bedoel, als zij zegt van, hij heeft het over fotograferen, zij beginnen van, ik hou van fotograferen, dus hij lul van een uur. Is het meer dat zij hem leuk vindt? De persoon leuk vindt of dat zij gewoon houdt van lullen over fotograferen? Dat is een goeie. Dank je. Ja, dat is ook zo. Maar ze kan het ook tegen iemand anders vertellen. Kan. Maar doet ze naar jou. Maar die is nu niet aanwezig, dus hij gaat van de eerste met de kilo die over fotograferen praat. Hij voelt niks van. Dat voel je niet. Ja, nee. Als zij zegt van, hey, ik wil graag een leuke avond hebben, ik wil een leuke en ze pakt mij. Nee, oké. Okay. Het is in principe gewoon ervan uitgegaan als een statement wordt gemaakt, attraction is er. In plaats van precies aan de attraction. Inderdaad. Zij stopt tijd, energie, informatie, bla bla bla, stopt ze erin. Maar voornamelijk, als je dit niet doet, geef je haar ook geen kans om te werken aan de relatie. Als jij niet die duidelijkheid geeft, ja, dit is waar ik van hou,